Hallo mensen van GameplayViz, wauw. En hallo mensen van DeskTTG en welkom bij een aflevering van DEFCON, het spel waar iedereen doodgaat. Dat vind ik een hele goede beschrijving. Wat vind jij Tigo? Nee, iedereen die bij jou hoort gaat dood. Mijn mensen zullen voor het grootste nog leven. Het is alleen de pechvogels die jou als leider krijgen. Wacht, ik ga even heten de USA, wij zijn Amerika en wij gaan dingen zo opblazen. Hoe heet je lobby? Heeft het een wachtwoord? Nee. Ik zal even moeten refreshen. Ja, Tigo Hero. Ja. Game type is default. Score is default. Je bent een nieuwe speler, mooie naam. Ik ben USA, wat ben jij? Zilverprins. Ja, maar ik ben de USA als in het land. Ik ben de mensen die van houden dingen kapot te schieten en de kapot op te gooien en alles. Ik ben Europa. Waar het allemaal begonnen is. Where it all began. Nee, wacht. Ik wil eigenlijk veranderen. Ja, potverdikkend. Ik word Azië. Oké. Een leuk pacifisch gevecht krijgen we dus. Ja. Interessant. Hey, Pacific. Oké. Fight. Daar gaan we dan. Ready? Ik ben lang ready. We gaan Tigo helemaal in de lucht knallen, mensen. Je weet hoe dit de vorige keer is gegaan, hè? Oké, ik hoop dat je onthouden hebt hoe dit spel werkt überhaupt. Ja, dat weet ik heel goed gelukkig. Dan hoop ik dat maar voor je. Twee. Eén. En voor goed countermeasure. Daar. 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 En daar. En. Fleet. Daar. Moet ik je dat nou uitleggen? Ik bewonder je zelfvertrouwen. Voornamelijk als je onthouden hebt hoe we de vorige keer gegaan zijn. De muis is wel een beetje twitchy is opgevallen. Dat is wel wat vervelend. Ja. Oké, ik ben voorbereid voor DEFCON. Ik ook bijna, als je even hebt. Oké. Zometeen kunnen we beginnen met de eerste vaargevecht, als ik me goed herinner. Welke DEFCON was ook weer de nutteloze, waar niets gebeurde? DEFCON 5. Nee, daarna. DEFCON 3, 4. Net volgens mij is het 2 waarin niets... 2 waarin niets gebeurd. Voice crack, dat gaat niet leuk klinken. DEFCON 4. Kut. Ik kan nog niks lanceren. Kut, ik ben uit het spel gegooid. Als in, ik heb op S gedrukt en toen is DEFCON besloten. We moeten opnieuw beginnen. Oké, klik maar op de ready. Au! Kijk gewoon op ready. Dat doet pijn. Ik heb niks gedaan, mensen. Ik zit hier 20 kilometer bij hem vandaan.
Je hebt geen bewijs. 30. Ah, fuck. Ik heb mezelf pijn gedaan. En in ieder geval manier... Dat wisten we nog lang niet. Luister, ik ben net... Als ik het zeg, ga je lachen. Ik nou, ben net... Laat me zo horen. Ik ben net van mijn bed afgesprongen. En ik ben op... een van mijn ballen op de bedrand gevallen. Het doet je zo ongelooflijk veel pijn. Lach maar, Rijke. Nou, op dit moment ben ik meer een scare, maar goed. Wacht maar tot het jou een keer overkomt. Desley Rijke, scare Tata eerste klasse. Ik dacht dat je een oplichter eerste klasse was. Oh, wacht. Ja, dat ook. Nee, dat ben ik, mijn fout. Oké. Ja, mijn vloot is bijna klaar om te gaan. Kijk, dit is ook weer een van die death traps als je een videospelletje aan het spelen bent voor YouTube bij de grootste stilte. Dus tussen die, wat ben jij van plan? Vertel ons eens even allemaal. Oké. Ik ben aan het wachten totdat jij fucking speed-up gaat doen zodat we dit kunnen beginnen. Nou, ik ga naar 5 keer real time. Zoals jullie kunnen zien, jongens, is... Nee! Shit! Oh! Oh nee! Wat? Ik heb al mijn verdediging op de westkust gezet. Ik zei toch in Europa! Wat begrijp je niet? Oh, I'm gonna get wrecked. Ik heb alle verdediging op de oostkust gezet. Op de westkust, sorry. Waarom ben ik zo moe om dat te doen? Ik heb mijn silo's nog. Je gaat dat werkelijk doen. Ik heb mijn silo's nog. Ik kan mijn silo's tegen je gebruiken, ik zal maar wegblijven. Godverdomme. Sorry, potverdomme. Ik mag niet schelden met godsdiensten in een video. Dat boeit me niet veel, want ik ben aan het wel zelf. Okay, je mag in principe met godsdiensten schelden. Allah dammit. Wist je niet dat er een paar jaar geleden controversie ontstond bij een van de dingen van Jeff Dunham met Ahmed the Dead Terrorist? Waar Ahmed dus zegt OMA. Oh ja, ja, die kende ik. Dan zegt Ahmed, goddammit, dan denkt hij, Nee, daar zegt hij letterlijk van, als hij bedoelt God, als in... In plaats van oh my god zegt hij OMA. Ik ga hem nog even wat sneller gooien, ja? Nee, wacht even. Ik ga eventjes de maximale speed wegcappen. Zodat we niet te snel door DEFCON heen gaan. Ja, ik moet naar DEFCON 1. Zodat je nukes kunt launchen. Ja, dat is lukt het me niet meer. We are attacking New York City. Fuck you! DEFCON 2! Dat is de DEFCON waar niets gebeurt, dat was het. In DEFCON 2 gebeurt niks. What the fuck? Oh ja. Campus in DEFCON 1. Jongen, hey, dit is net Modern Warfare 3. New York aangevallen en shit. Wanneer gaan die bommers nou een keertje niet... Je begrijpt wel dat ik al vliegtuigen achter je aan heb, hè? We moeten... Wacht even. Kijk, daar komen ze. Zeg maar, dag tegen jouw bombers. Hoppa, één neer. Launch fighters!
Ik vrees alleen dat zodra DEFCON 1 begint... Ja? ...de pret er voor u vanaf is. Ja, voor mij helaas wel, ja. Omdat iemand... Iemand was vergeten om... ...om zijn vloot aan de juiste kant van de zee te verplaatsen. Dus we zitten hier op de traagste snelheid mogelijk even. Luister, ik kan er ook niks aan doen om mijn generale dikke retard zijn, ja. Jij bent degene die de dingen bepaald heeft, weet je nog? Ik heb trouwens wel al... Ik ben de eerste persoon die dood veroorzaakt heeft. Score gezien. Je vliegtuig is redded volgens mij trouwens niet zo goed. Oh, that your sacrifice plays. Mijn vliegtuig is hun view is bijna op. Gelukkig te weten. Ja, deze is... mijn bommers zijn aan het reffen. Omdat je waarschijnlijk niet weet wat dat betekent, dat is gewoon... Refueling, refitting. Ja, een fietsje sneller. Refueling. Zelf tweede, 5 keer real time. Oké, stop. Oké, we gaan DEFCON 1 in. All of your cities belong to mine. So... Denk je dat je van me kunt winnen? Is mijn grote vraag. Eigenlijk niet. Waarom? Dit is gewoon echt een act of retaliation nog. Ik probeer nog zoveel mogelijk slachtoffers te krijgen. Kijken. Ja, jij mag ook nog wel een ICP hebben, lanceerder worden. En dan ga jij die pakken en die pakken en die pakken en die pakken en die krijgt 2 nukes en die krijgt 2 nukes. Ik krijg ook je gaat mijn vloot nuken. Nee, hoe kom je daar dan bij? Geen idee. Omdat... Waarom zou ik dat denken? Maybe... Misschien heb je dit al eens eerder gedaan. Ik weet het niet. Misschien. Heel misschien hebben we dit exacte scenario gehad. Waar, ik zal je vertellen wat er nu gaat gebeuren. Jij hebt net een heleboel nukes gelanceerd, ja of nee? Ja. Goed, jij hebt nu dus een heleboel nukes gelanceerd. Ondertussen heb je geen enkele sonar bij mijn kust. Dus je weet absoluut niet hoe mijn defense system eruit ziet. Nee, jammer genoeg niet. Nee. Ondertussen zit je vloot aan de verkeerde kant van de zee. We hebben een USA launch detected. Leuk om te weten. Nu vraag ik me af. Oh, ik heb ook een launch detected. Hoeveel? Ja, op dit moment 1, 2... Ja, er zijn er al 2 onderweg naar Europa van mij, joh. En hoeveel launches van mij heb je detected? Op dit moment al 4. Goed zo. Hoe lang totdat we die actieve sonar krijgen? Ja, mijn sonar zou er geen last van hebben. Nee, die zit aan de verkeerde kant van de hele oceaan. Aan de verkeerde kant van heel Amerika bedoel je? 4000 kilometer... Had je maar een Panama-kanaal moeten graven? 4000 kilometer in de verkeerde richting. Ja, had je maar een Panama-kanaal... Panama kanaal moeten graven. Zullen we even naar 5 keer speed gaan? Ja, is goed. Want ik heb Oh, die bedoel je, ja. Voor nu wel even genoeg gedaan. Wat betreft Wacht, doe even, doe gewoon 20 keer real time. Heel even dan. Totdat ik actieve sonar krijg. Ah, sonar. Houston, we don't have a problem anymore. Klootzak. Wat een New York. Wee, yo, 16,6 miljoen. 19,6 miljoen. Ik heb New York gedecimeerd.
Best wel echt bezig met een overkill, jij, hè? Ja. Die raket op één op New York. Ik heb ook een heleboel. Ik weet dat er een heleboel raketten vanuit rechts zullen komen. 1,5 miljoen. Was het dat nou echt waard? Na die 19? Ik had ze al gelanceerd. Kijk die score, man. Je hebt 51, ik heb min 25. Maar dat gaat snel veranderen. Ik heb zelfs namelijk één silo die schiet de andere kant op. Beetje retard volgens mij. Die in het westpunt van Alaska? Yep. Goed om te weten dat het dit keer maar één is. En niet twee. Vorige keer waren het er twee en dat was best wel annoying. Ja, dat is de bedoeling ook. Washington, no, the president. Gelukkig heeft de president van Amerika een bunker diep in de grond die een nucleaire explosie kan weerstaan. Dus mijn president leeft nog steeds. Interessant. Ja, hè? Laten we zien, hoeveel nukes... Ik kan niet wachten tot ik wat nukes zie. Als in, ik heb er nog geen gezien. Ja, ik zie het toch wel echt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 in de lucht over mij. Goed om te weten. Ja, ik denk dat ik een challenge ga krijgen voor de verandering. Eigenlijk zijn het er geen... Doe even op 5 keer snelheid gaan op zijn minst. Doe gewoon die de 4 pijltjes. Bam, hoppa. Zie je, gaat tenminste een beetje snel. Oh, eigenlijk wou ik niet dat zo snel ging. Even mooi. Nee, geentje. Oké, je hebt een heleboel launches. En je weet wat er nu komen gaat, toch? Ja, ik denk het wel. En dan komt de nuke op mijn float af. Hoe weet jij dat? Oh. Waar gaat mijn eigen nuke heen? Lijkt alsof hij in New York gaat schieten. Wat de f... Nee. Hij komt zo meteen er onder de wolk uit en raakt iets van mij. Mooi zo. Dus wanneer ga... Er komen er heel veel via de westkust, hè? Weet ik niet. Ja, dus. Nou, eigenlijk komen er best wel veel meer van de oostkust. Even serieus. En kijk, beste kijkers. Dit noemen wij dus... Niet doorvertellen. Dit noemen wij een onverwachte hoek. Want de komende vier, die komen bij hem aan in het oosten. Hey. Niet doorvertellen hoor. Even kijken. Vier uit het oosten, dat kan ik aan. Kut! Als in... Ik heb... als in, zodra ik die dingen zie, hoef ik alleen maar... fighter... Op één kan ik fighters afsturen. Eén zal door de anti-ballistic missiles gestopt worden. Oh, het wordt spannend, Tigel. Zullen we even naar 10 keer real-time gaan? Er komt er één over IJsland. Hoe weet je dat? Geen idee. Je hebt er een radar staan, of niet? Echt waar? Je bedoelt hetgene wat ik iedere ronde die we tot nog toe met elkaar gespeeld hebben gedaan heb? Dank je, weet ik dat ik IJsland even bombarderen. Verras me dat het pas na zoveel rondes opvalt. Wat had ik eigenlijk moeten verwachten van jou? Hey! Ik ben heel erg goed met het opvallen van dingen, ja. Oké, eens kijken. People, radar. Je hebt echt niets op je westkust zitten, hè? Nee, echt niks. Ik heb alles op mijn oostkust geplaatst. Dat is waarom ik alles gewoon kan plat bombarderen zonder je verdediging hoeven te triggeren. Nou, weet je, San Francisco, Los Angeles en Phoenix en Denver en alles in het oosten, dat is best wel goed beschermd eigenlijk. Denver. Het zijn er niet zo heel veel, weet je. Oh jongens, zo meteen ga jij... San Francisco en Los Angeles zal jij... Heb je al je nukes al gezet op detonation dat je ze gaat lanceren? Weet ik niet. Serieus even, want dan kunnen we hogere snelheid zetten. Want je weet hoe ik speel. Ik heb nog een paar spare nukes over. Die kan en natuurlijk je nog je submarine missiles en dan is het voorbij. Ja, alsof mijn submarine missiles iets kunnen doen vanuit de Pacifische Oceaan.
sukkel. Normaal gesproken... Zou ik je iets vertellen? Normaal gesproken zullen mensen ze het hele spel lang verplaatsen. En dan op het allerlaatste, als alles voorbij is, nog even wat klappen uitdelen. Kom op! Ja, ik heb alles klaargezet nu. Dus doe maar op de snelste snelheid. Gaan we het uitzetten nu. Watch the sky burn everyone at silver. Oké, tijd om wat airbases in te schakelen. Je zal ze nooit allemaal neer kunnen halen. Nooit. Wel, ik heb dit alles gedaan, Des. We zijn er nu wel een stukje meer dan 10. Een klein beetje, maar een klein beetje. Watch me do this. Hey, die raket kostte veel geld, ja? Ja. Weet je het ook voor geld gaat kosten? Opbouw van mijn steden. Ja. Van jouw steden, ja. Er gaan er een paar doorkomen, dat zal ik eerlijk toegeven, maar... Hé, je hebt trouwens een typo gemaakt, hè? Een dikke typo in je naam gemaakt. Zilverprins. Het was op een hoog tijd, oké? Okay? Dikke typo, jongens. Dikke typo. Waar is die R? Dat je dat nu pas opvalt. Ja, oké. Okay, ja, best wel erg van mij ook. Oké. Okay. Geef me op zijn minst credit... Dat ik niet te obvious ben. Doei. Dus dat is één nuke op weg naar Lissabon. Is waar. Wel. En mijn fucking air defense wil niet op schieten. En ik heb geen enkele nuclear detonation gemaakt, dus je weet niet waar mijn nuclear detonators zijn. En ten tweede... Ja? Ik zie bij Lissabon zie ik niet 1 in flight, maar 2 in flight. De stad die het meeste gaat voortduren dat ik kan zien, dat zijn Manchester. Oh, we hebben je nuke neergehaald, jongen. We houden het vol. Ja, behalve Lissabon, die is dood dadelijk. Ja. RIP. We will not miss you, Portugal. Oh! Je nukes zijn bijna op, hè? Ja. Bijna op. Kom op, Manchester! Ja. Oh, die gaat niet naar Manchester. Nee. Oh! 8,7 miljoen. Holy shit. Oké. Dat was een mooie. Dit is voor Manchester. Oh, 2,6 miljoen. We've lost England. We've had no contact with the British. Hé, hey, wat ontploft daar nou? Oh, jouw schepen ontploffen dankzij mijn nukes. Ja, omdat je nukes aan het gebruiken bent. Knut! Wat een kut. Ik heb het weer gedaan. Was het maar kut, had je er wat aan? Fuck ja. Yeah. Ik ben het spel weer opnieuw op aan het starten. Nee! Laat het doorlopen. Ik rejoin de lobby gewoon. We zijn te ver in het spel om opnieuw te beginnen. Dus kijk eens. Duidelijke score. 108 tegen min 62. De CPU heeft je score zelfs verbeterd, Tigo. Kijk, ik hoop dat jullie van hielden dat die gewoon de mensen hebben uitgegroeid. Laat er vooral een like achter, want de mensheid kan soms heel erg kut zijn. En laat vooral een like achter vanwege Tigo's dikke spelfout is zijn naam. Laters!